hebt 1, elke schrikker. Weet je dat je 52-12 liep je toen, hè, op de 10? Ja, dat klopt. En nu progressie op die 15, ga je nog wel een lange afstand? Dat is wel de bedoeling, ja. Heb je nog in je benen en in je kopje zitten? Nu niet zoveel meer. Wat doe je eigenlijk? Hoe jong ben je? 37. Ja. Je zegt het. Wees je, hè? Wat doe je? Dan kun je met zeggen, ben je al een beetje meer of zit je nog verder voor? Voordat ik ga wachten. Ik ben heel erg blij. Doe je voor een huisvrouw. Ik ben je thuis en hoe vaak twee in de week? Twee keer. Ik, wanneer ben je begonnen? Maar ik ken jullie nog niet zo goed. Ik ben eigenlijk best wel heel erg ik wil zeggen, van Schinkel, de naam is wel een kampenaam, hè? Ja, klopt. Ik van die Schinkels, hè? Maar jij komt wel een snelle geslachtskind. Ik ben geen echt Schinkel. Nee, ik ben getrouwd bij Schinkel. Wat zeg je, Wil? Heb jij al een halve marathon op je programma in staan als je geen gaat rustig opbouwen? Ik ga rustig. Hier is je trainer? Ik ben 30 geworden. Zal ik het dan zo doen dat voor de volgende wedstrijden dat je dan als verpaard aan het paard treffen wie hoe je gevonden hebt? Is dat goed? Gefeliciteerd met jouw overwinning op die 1 uur en 17 minuten. En dat is dan maar als Winkertje hier binnengekomen is. Mark Jans is binnen, Chris Meijer is binnen, Ja van Dier is binnen, Bobby Donkelaar is binnen. Robert Wijs hadden we al genoemd, Leonie Egoer zat er net voor en Betje Schilder is ook binnen. Maar hier vandaag natuurlijk met die 1-17. Dat is natuurlijk wel mooi, hè? Als we hier kijken naar de allerbeste atleten. Op het Leidseplein gaan ze de lampjes aansteken. En misschien op het hardloopplein van Watsila zou ook wel leuk zijn, hè? Als we straks met verlichting binnenkomen. Niet dat het nodig is, want we kunnen alles nog overzien. Maar het is wel sfeervol. Ik ga aan Jan vragen. Jan, kunnen we wat licht aandoen hier zo? Maar dat zou wel sferiek zijn, hè? Dan nemen we volgende keer de kaarsjes mee, maar nu de kutverlichting. En man nummer 415. Is dat Ben Teunissen? Ja, die Benny Teunissen is binnen. Ben 1,22 hoor, dat kunnen noteren. Daan Reinders 1,22. En dat is wel goed. Ik denk ook dat Helen de Rode is binnengekomen. En dat is de derde vrouw senior. 1,22, 43, 456. Helen de Rode. Zij liep een mooie stationsloop in 1,30. En ze was op de halve, op de 32 kilometer in Kampen. Werd ze 26e in 3,18. En Helen de Rode, wij zien haar hier weer terug. Daan Reinders, hij komt uit Maas Hees. En Daan Reinders is een hele mooie atleet hoor. Hij is van ATV Venray. Hij liep de halve marathon dit jaar in Venlo in 1,51. Vorig jaar in Venlo 2,7. En in tweede, moet ik zeggen, dit jaar 1,54. Was dit jaar van bij 1,54. 1,51 en 2,07. Want Daan Reinders is altijd in vorm. En als het goed is, wordt hij dit jaar 40 jaar. 1975 is hij geboren. En dat is goed, Daan. Jij bent misschien wel de snelste man. Jij bent misschien wel de snelste man uit Brabant. 425. Daan Reinders, Venloop. 2,7, 1,54 en 1,51. 40 jaar en een paar maanden. En dat is goed. Ronald van der Hulst is binnen, Maarten van der Val, Corine van der Kolk is binnen. Aju, hè, jongen, bedankt hè. Ja. 412, Maria van Vulsten. Maria, jij liep op de stationsloop in Dallesen 1 uur en 33 minuten en nu loop je 1,24. Met nummer 400, heb je lekker gelopen? 440, is dat Geert Matteleen? Geert Matteleen, dit jaar in Kampen 1,55 op de halve en 1,24 op de 15 kilometer. En mannen nummer 465, de kenner van de polder, is dat Peter de Wilde? Peter, wat is dat mooi hè? Hij schittert op de vispertetoren en hij loopt hier net over die 1 uur en 25 minuten. En dat is mooi. Gerda, heb je nog wat plaatjes kunnen schieten? Ja, is het gelukt? Hoeveel heb je er? Hoeveel maak
je er eigenlijk? Hoeveel heb je er gemaakt vanavond? Een paar keer 100, 200? Wat wil je doen? Je hebt Kampen Koffer erop staan, zie ik. Het staat er nog veel te 220 verkopen, die kunnen we zien. Op de site van die Sala. Sala, en daar moeten we natuurlijk even kijken. Willem Speksnijder, ben jij er nog, Willem? Ja, je bent er nog. Hoe is Willem? Ik geloof het niet. Is het een mooie loop vandaag? Ah, een beetje warm, maar daar neemt de korte broek dan toch. Het is al fantastisch weer om hier vandaag te zijn. En als we dan kijken naar de man, hij is een echte schierenaar, hè? Het nummer op het tijdbeen, het nummer 409. Is dat Dennis Rook? Dennis, jij liep al een mooie 10 kilometer maar in 51 minuten. En dan zit je ook weer lekker in de wedstrijd, hè? Bob en Ben. Is mooi, hè? Ben en Bob. Als Ben gaat lopen, heeft hij altijd een Bob bij hem, hè? Met nummer 467 en 413. Dennis Rook is binnen. En wie komt er nog meer binnen? Is dat Rob Bottenberg? Is dat Raymond van Wegel? En dat zijn ze wel, die mannen, hè? Die daar 1,26. Wij zitten nog ruim onder de 1,30. Ah, dat is mooi. Jongens, voor een kleine vergoeding mag je wel even in de lijsten kijken. Ja. Er zijn eigenlijk alleen maar Feyenoord supporters kunnen daarin kijken. 1:26. Robert Rijsma zien we straks terug op het podium. Je zegt gewoon niet welke plaats, maar je zit in de top 3. Nee, wij hebben bij de mannen. Henry Visser, Albert Pieter Venema, Thomas Straathoff. We hebben Roel van der Stegen, we hebben Robert Rijsma, we hebben Johan Nijhoff. We hebben Elke Schinkel, Leonie Egoren, Helene de Rode, Corine van der Koor en Maria van Vilsteren. En als het goed is, komt daar nog een vrouw bij. De klok staat nu, denk ik, op 20:43. En als het een beetje mee zit, dan gaan we dadelijk de prijzen uitreiken tussen nu en nog een paar minuten. Oh, dat is het, de zender is straks weer 87. Moet nog even afwachten, dat is allemaal, en dat weten we nooit. Er zijn 207, kijk, er waren 332 inschrijvers. Nou, dan heb je mijn voorinschrijvingen. En we hebben 287 atleten die gestart zijn. Op dit moment zijn er 279 binnen. 279. 279. Met andere woorden, nog een 8 atleten. Mits het kan gebeuren dat een atleet kan uitstappen. Dat kan. Maar op papier zijn er nog 8 atleten in koers. En dan gaan we zo dadelijk kijken naar de prijsuitreiking. Met Henry Visser, Albert Pieter Venema, Thomas Straathoff, Roel van der Stegen, Robert Rijsma, Johan Nijhoff, Helke Schinkel, Leonie Egoren, Helene Rode, Corine van der Kolk, Maria van Vilsteren. Dan praat ik over de 15 kilometer. De 10 kilometer, André Plette, Henk en Dorbelo, Stefan Breed, Erik Loosensiel, Willem Albers, Frans Breed, Natasja Scholten, Gerrie de Vries, Ageet Guis, Zachary Rustiets, Truus van Heijen, Gerda van der Kolk, 5 kilometer, Sander Kloosterziel, Sofian Tamuti en Mika van Mierlo, Jens Steinwoud, Erik Vosselman, Remco Groot-Beumer, Martijn Schakelaar, Kasper Wolff, Willem de Weert, Irene Bijman, Charlotte Netjes, Marije Salvedaar, Nienke Boekhout, Roelieke Wimmenhoven en Mario Jil Arsile. Cora Kloosterziel, Corina Fijn en Jeannette Neervoort, Kampen. Ik denk dat het warm is. Ik had er om 12 dit, maar ik ben warm. Ja,
vader. Ja, dat is. Ik heb een echt vader. Ja, dat is mooi. Maar ja, dat is een netje zo. Ja hoor. Hier gaat het niet. Over 10. Nou, een beetje stap. Binnen de duur. Vangwerk. Een beetje in het dit weer. We gaan kijken naar de vrouw. Die gaat finishen. En zij heeft nog een mooie techniek. Zij heeft ook nog een mooie snelheid. Zij heeft een mooi nummer. Als je bij elkaar optelt, is het 14. Hè? Dat duurt naar Johan Cruijff. Dat nummer 437. Dan zeg ik Willemijn Luttenbelt uit Utrecht. Oh, wat mooi is dat. En heb je de gallige water in je kwartsilaar. En dan komt ze hier binnen in 90 minuten. En daarmee is zij de snelste vrouw uit de Domstad. Waar de Tour de France is in juni is gestart. En hier gaan ze het afmaken op een schitterende circuit van Wattila. En dat is natuurlijk wel genieten, toch? Als we kijken naar de mannen die gaan genieten van de gastvrijheid, hier is het, ja, vind ik wel mooi. Laimori Koroma is van de Seafower en hij is goed. En als we dan kijken, met nummer Willemijn Luchtenbelt was al binnen. En die was vierde vrouw en met 33e man komt hij in Dennis Mandon binnen. En dat is goed gedaan, Dennis hoor. Hij komt hier binnen met startnummer 402. Dennis Mandon uit Kampen. En hij liep 10 kilometer in maart in 54 minuten. Dus dat zeg ik eigenlijk wel. Dat er veel atleten die in maart op de laatste editie van de 32 kilometer hebben gelopen, ook vandaag zijn. Als we kijken naar die 332 deelnemers die hebben ingeschreven, dan is het wel genieten. En dan kom je. Kan het publiek nog getrakteerd worden op een mooi eindsprintje van het meisje? Ja, dat meisje heeft nog een heleboel. Kijk, kijk, kijk. Ja, meisje gaat versnellen. En dat is goed hoor. Is dat het meisje Nathalie van der Wallen, Ginnewijden? Ah, dat is mooi. En dan kom je op tapijt binnen. Het is natuurlijk Nathalie van der Wal. Komt hier binnen. Samen met... En wie zou die... Poeh. Is dat Marcel Slenderbroek? Ja. Dat is Marcel Slenderbroek, hè. Goed gedaan, Marcel, hè. Bob de van Donkelaar. De van Donkelaar. Hij is eigenlijk uit het Oranje gezin. Hij is geboren op 30 april. Dat is wel een mooie datum, hè? Dat je altijd feestje viert. Eerst van Willem-Alexander en dan van Bob, hè? En dan wordt hij opgevangen door mensen die gewerkt hebben, hè? Ja. 1:33. Meisje, waar hoe laat gaan we beginnen met de prijsuitreiking? Ik heb hem al. We gaan, u ziet het schitterende podium staan onder die kleine lettertjes van Wattila. Daar staan de vlaggen van Isala, daar staat het logo van Wattila, wereldleider. Hier in het distributiecentrum mag je natuurlijk zeggen. Duizenden werknemers in 200 depots, 70 landen. En hier werken ook al zo'n kleine 400 mensen. Wij gaan vragen of ook onder andere de manager. En dan vragen we natuurlijk aan de general manager, Mrs. Anne Trasbeck, of zij zich wil melden voor de prijsuitreiking. Wij gaan het straks in volgorde doen, hoor. We beginnen met de 5, dan hebben we de 10 en dan hebben we de 15. We beginnen onderaan het lijstje. Ik zal het even met Rietje afspreken en dat is goed, hè. Als we kijken, Irene Bijman, ja, die heeft zich al een klein beetje gemeld, hè. Ja, maar dat klopt.
gaan het even vragen hoor, hoe we de volgorde gaan plaatsen doen. Hoe heb je de volgorde? 5 kilometer. We gaan ons opmaken hoor. Ik ga nog even Sander, Sofian, Mika, Jens, Erik, Remco, Martijn, Kasper, Willem, Irene, Charlotte, Marije, Nienke Boekhout, Roelieke Wenninghoven, Mario, Tien Arsila uit Vassa, Mario, van Amsterdam zou ik kunnen zeggen, Cora Kloosterziel, Corina Fijn en Jeanette Meervoort, André Plette. Is dat de man met 117? Is dat meneer Schuurman? Ja, dit is wel Anton Schuurman hoor. Hij is geboren in 1936. Volgend jaar wordt hij 80 jaar in het Olympische jaar. Dan gaan we naar Rio de Janeiro en naar Kampen. Als we kijken naar Anton Schuurman, de man uit Amsterdam. Hij loopt 15 en volgend jaar wordt hij 80 als de topatleten in Rio zijn. En u bent dan, want dat is in deze maand in augustus, en u bent hier in Kampen bij Vaxila. Daar moet het allemaal gebeuren, toch? Jan, ceremonie protocolair. We gaan beginnen. We hebben hier de voorzitter. We hebben Anna erbij zitten, de generale manager van Vaxila Kampen. En dan komt het goed hoor. Het was een mooie avond. Wij gaan beginnen, meisjes. Hè? Als jullie bij het podium gaan, ik doe het zo, José, we zetten ze. Ik roep ze op, ze gaan achter het podium staan. En dan begin ik met nummer 3 en dan het podium. En als ze nou verlopen en gelijk, dan ga ik naar nummer 2 en dan ga ik naar nummer 1. Jullie doen om en om, hè? En gaat start met. Gaan jullie om en om of de 5 kilometer? En dan de 10 en dan de 15. Oké. Mag ik vragen of Mika van Mierlo, Sofian Tamaruti en Sander Klooster zich willen melden voor de junioren 5 kilometer. En ik vraag aan jullie om achter het podium te willen gaan staan. En Sander die gaat achter nummer 1 staan, Sofian achter nummer 2 en Mika van Mierlo achter nummer 3. Mika, jij bent nog lid van Izawa, hè? Want hier zie je Kampen staan, maar we gaan vragen of we de prijzen uitreiken. José, neem ze maar mee hoor. Op nummer 3 is het Mika van Mierlo in een tijd van 21:38. Go ahead hoor. Oké. Anna Trusberg, ze is de general manager hier, de general manager van Vaxila. En ze gaat de prijs uitreiken. Op een tweede plaats, Sofian Tamaruti, Izawa, in een tijd van 20:40. En op een derde plaats, niemand minder dan Mika, Sander Kloosterziel. Sander Kloosterziel van PEC 1910. In een wereldtijd van 1940, hij is de enige echte junior in 2015 die onder de 20 minuten is gefinished. Een applaus voor deze drie mannen. Bedankt hè, jongens, en jullie mogen eraf komen. Wij gaan naar de mannen senioren. Wij gaan naar Remco, kom maar jongens. Wat zeg je? Ja, ook nog een foto. Dat moeten ze tegelijk doen als ze er staan, hè? De fotografen, want dan zijn die jongens snel.
Ah, dat is mooi, hè. Ah, dit is een mooi plaatje van drie jonge talentvolle atleten in Overijssel. En groen-wit van PEC 1910 en het blauw-wit van Misala. Wij gaan naar de mannen senioren. Aan Remco Groot-Beumen vraag ik of hij achter nummer 3 wil gaan staan. Erik Vosserman achter nummer 2. En Jens Stijbouw achter nummer 1. Mannen senioren, 5 kilometer. Of liever gezegd, 5,3 kilometer, hè? Want dat is het ook nog. Jongens, gaan nog even achter het podium staan. Jan, ga jij de prijs uitreiken? Is een nice evening, hè? Wij gaan naar nummer 3, die ik niet zie staan, Remco Groot-Beumen. Maar jij woont nog in Raalte. Dan vraag ik aan Erik Vosserman uit Kampen om op 2 te gaan willen staan. Waar hij finish in een tijd van 19 minuten en 37 seconden. En dat is goed. Ah, Erik, ja, hij komt er bijna, hè? En dat is mooi. Rogelio Tuur zou jaloers zijn op zijn biceps, hè. En op de eerste plaats, niemand minder dan Jens Stijbout. En die kennen we, fenomeen mag je zeggen, Formule 1 klasse. In een tijd van 19 minuten en 4 seconden. Dat is een mooie tijd. En Jan van Ommen? In de vorige eeuw, mag ik zeggen, toen liep hij 2.35 op de marathon in Apeldoorn. En toen was hij de eerste Nederlander. Want had hij 2 Polen voor zich. En nu staat hij hier. Wij gaan naar de mannen 40. Willem de Weert. Veelvuldig wereld. Wat zeg je? Is hij niet meer? Ja, nummer 3 ook niet. Willem de Weert, die doen we uit de ploeg van Wassila volgend jaar. Die moet er gewoon zijn, zo'n kerel. Martijn Schakelaar, als jij er bent, dan mag jij op nummer 1 staan. We hebben alleen nummer 1. Nummer 1. José, ja. Martijn, wil je gaan staan? Hij is opgericht in 1974, met andere woorden. Hij is de 40 gepasseerd en finish in een tijd van 19 minuten en 14 seconden. En dat was de tweede plaats overal, hè. Dat moet ik zeggen, all over tweede plaats. Maar ja, hij kunt ook uit Hattem, hè, waar Jan van Ommen vandaan komt, hè. Wij gaan kijken naar, gefeliciteerd, hè, Martijn. Wij gaan naar de afdeling die geen jongetjes zijn. Marije Salvedaar, wil jij achter nummer 3 gaan staan? Wil Charlotte Netjes achter nummer 2 gaan staan en Irene Bijman achter nummer 1. Dan praat ik over de meisjes junioren. Marije achter nummer 3, Charlotte achter nummer 2 en Irene Bijman achter nummer 1. De meneer zei net... Dat zou kunnen. Is dat mijn moeder? Dat moeder maar. Oké. Nou, dan zetten we Irene Bijman op de foto. U mag hier naartoe komen, mevrouw Marije. Want dan gaan we een foto maken. Ik kan me voorstellen, u wilt toch niet in de brug staan als u tweede bent geworden op de 5 kilometer met een meisje onder de 17 jaar. Hè? Je ziet er ontzettend jeugdig uit. We zouden kunnen dansen. Maar moet je zeggen, met Irene Bijman is wel een jonge talentvolle atlete uit de stal van Isala. Wij gaan naar de vrouwen senioren. From Finland, uit Vasa, Mrs. Mario. Ja, she out the third place. Is mooi, hè? Hebben we een Finse atleten en nu gaat de prijs uitreiken. En dat is wel een beetje chauvinistisch, hè? Zij is de laatste 4 onder de meisjes, hoor. Gaan we dan op een tweede plaats gaan we vragen aan Rolieke Wimmenhoven. Marieke, weet men het, please. Marieke, achter nummer 2. En Nienke Boekhout, achter nummer 1. Waar zijn de meiden uit Kampen en Zwolle? Ah, jongens, een geweldig applaus voor de Finse atleten. Zij hadden de beste personal time op de 10 kilometer in 50 minutes. En hier, zij finished in een tijd van 27 minutes. Congratulations. Wij gaan naar de vrouwen 40. Jeannette Neervoort, achter nummer 3. Corina Fijn, achter nummer 2. En niemand minder, de moeder van de winnaar van de 5 kilometer junioren. Cora Kloosterziel. Ben jij ook alleen, meisje? Is mooi. Ja, Cora Kloosterziel. Op een eerste plaats op dit schema. In een tijd van 23 minuten en 41 seconden. Ah, dat is Jan, volgens mij is dat ook een meisje in Hattem, hoor. Ja, is mooi, hè. Het zijn uit de Anton Pieckstad, mag je zeggen, staan ze hier zo. Jan, ik ging even bij het podium staan. Ja, mannen zijn foto's, maar ik ga hem even bij staan, man. Zo'n kans krijg je niet weer. Hey, post voor de 3. Hè? Als we dat in de brug zetten, Jan even keer. Ja, dat is wel mooi, hè. Bedankt, hè, jongens. Dit was de 5 kilometer. Dank jullie wel allemaal. De laatste is mooi. Dat is mooi. We gaan ons op.